Wildschut met een goede actie. En daar gaat hij sprinten nu. Wildschut ook weg bij Grabovac. Wildschut nog altijd. Wildschut kan het dan misschien zelf doen. Uchebo en een geweldige reflex van Sengir. En dan staat Berghuis buitenspel. Koubali kan eens proberen. Oh, wat een mooie. Wat een mooie. In de 12e minuut van de tweede helft komt Helmond Sport tot 1-0 tegen VVV in de finale van de play-offs. Guvench. 4 tegen 4 situatie. Guvench met de bal in de richting van Stachnik. Die was er niet zover, maar Leiva Capessi gaat de fout in. En hier de kans op 2-0. En dat wordt voorkomen door Gentenaar. Rijtrap van Holla. Bij de tweede paal, Forstemans, en dan zit hij erin. Is het 1-1 na een geweldige taxatiefout van doelman Sengir. Wildschut het schafschopgebied in. Wildschut met de paas in de richting van de Wouvoorde. Dat was goed bedacht. En het kan nog via Holla en die schiet hem er binnen. 1-2 en dat lijkt de beslissing in deze tweekamp.